Oh, het started recording. Pakketje zit er boven. Oké. let's continue now. With the part. Oh nee, ik kan in Nederlands, sorry. Laten we doorgaan met het gedeelte wat jullie was beloofd. In de vakbeschrijving. Dat is de fotodynamische therapie, fluorescentiedetectie, dat soort zaken. En dat is ook een heel logisch vervolg op wat jullie al gezien hebben. Ook vorige keer met Dirk, die verteld heeft over de visoreflectiespectroscopie. Spectroscopie wordt heel vaak gebruikt om bepaalde componenten in cellen te detecteren, maar ook om de organisatiestructuur van cellen te detecteren. Als er ergens meer bloed zit, en dat kunnen we natuurlijk ook mooi zien met spectrale beeldvorming, dan is daar iets aan de hand. Vaak beginnen tumoren vaak met een heel klein tumornestje. En die gaat dan stoffen uitzenden. Dat zijn dan factoren die vaten laten groeien. He, gewoon om meer voedingsstoffen te krijgen. Het lichaam gaat erop reageren door de vaten naar die tumor toe te laten groeien. En dan pas, na die statische fase, gaat die tumor verder groeien. Dus je kan met spectrale beeldvorming, omdat bloed zo'n mooi contrastmiddel is, kan je dus kijken op welke plekken er meer bloed zit. En dat zijn dan ook vaak de plekken waar eventueel iets aan de hand is. Of een ontstekingsproces, of misschien iets van een tumor die aan het groeien is. Dus spectroscopie is een hele bekende in de weefseloptica. Daar zijn we ook al in het AUMC zijn we daar al ontzettend lang mee bezig. Vanaf 1990 ongeveer ben ik daarmee bezig. Dick was er nog veel langer mee bezig. En hij heeft ook al wat problemen laten zien natuurlijk als padlengtes en dat soort zaken. Nou, ik ga het hebben over onze rol weer. Net als wat het probleem net heb laten zien. Waarbij een blauwe plek, hè, dat is een heel complex pathofysiologisch probleem. Dus daar is wat mis in de stoffen, in de samenstelling van de huid. Doordat er een pathologie is, een blauwe plek. En hoe kunnen we dat nou met onze fysische kennis, hoe kunnen we daar meer kennis over krijgen om dan iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling bijvoorbeeld. Nou, die fluorescentiedetectie, daar hebben we ook een bepaalde rol als biomedische optici. Wij kunnen natuurlijk rekenen aan lichtverstrooiing en lichtdistribution. Fluorescentiedetectie, dat gaat zo dat je een excitatiebron hebt, dus je hebt blauw licht, UV-licht, wat je op het te onderzoeken oppervlak schijnt. En dan kijk je naar de fluorescentie die terugkomt. Dus alle cellen fluoresceren, maar als er concentratieverschillen zijn in fluorescerende componenten, dan zie je contrasten. En daar kan dan iets aan de hand zijn. Of je kan, zoals we later zullen zien, daar stof aan toevoegen, zoals een fotosensitizer, een fluorescerende stof. En dan kan je daar, door er weer blauw UV-licht op te schijnen, kortgolvig licht, zie je dan specifiek op die plek waar die fotosensitizer, die fluorescerende stof ziet, zie je die specifieke fluorescentie ontstaan. En ook dan heb je een contrast. Maar dan moet je dus wel weten wat die lichtverdeling is van excitatielicht. Dan weet je hoe diep je kijkt en eventueel hoe diep je behandelt bij fotodynamische therapie. Wij kunnen ook rekenen aan de farmacokinetiek en dat zullen we dadelijk wel doen. Verschillende mogelijkheden voor detectie en dan kunnen we de boel berekenen, data processing, om daar uiteindelijk een behandeling aan te koppelen. Dus fotodetectie, eigenlijk heel simpel. Een lichtbron, blauw, UV, korte golflengte vaak als je het over een normaal proces hebt, dus een down conversion proces. En met down conversion bedoel ik, als je ergens energie opstraalt, dan gaat het naar een aangeslagen toestand. Dan kan het iedere elektronische overgang bestaat weer uit vibratieovergangen. Dus dat kan een beetje naar beneden gaan en dan valt het weer terug naar zijn grondtoestand. Dus in dat proces verlies je een beetje energie. Dus licht wat eruit komt, heeft een lagere energie, dus een langere golflengte, dan het licht waarmee je geëxciteerd hebt. Dus dat is een down conversion van energie. En dat is normaal bij de normale fotosensor, de normale stoffen die je exciteert in het lichaam die daar horen of die je aanbrengt, is dat het geval. We zullen later zien dat er ook nog upconversion deeltjes zijn, waarbij je dus bij een
lange golflengte, lage energie aanstraalt en dan komt er hoger energie licht uit. Dus het gaat naar kortere golflengte toe en dan worden er twee fotonen van een lagere energie gebruikt om zo'n hoger energiefoton te maken. Maar normaal heb je dus een down conversion. Dus je straalt in met een bepaalde golflengte, korte golflengte. Dan wordt er energie omgezet, gegenereerd, fluorescentie gegenereerd, wat dus een langere golflengte heeft. Dus je ziet een lichtbron. Het licht gaat het weefsel in met alle effecten die we inmiddels kennen. Verstrooiing, absorptie, directe reflectie van het oppervlak, speculaire reflectie. Er wordt fluorescentie gemaakt. Dingen worden geabsorbeerd. En er komt dus langer golflengte licht uit. En dat bereikt een detector. Net als wat je die CSI-mensen zag doen met die spermavlek, is dan kan je dat excitatielicht tegenhouden, want dat is vaak veel sterker dan het fluorescentie wat je genereert. Dus je hebt een filter wat het kortgolvige licht tegenhoudt, het blauwe licht tegenhoudt. En dan kijk je dus alleen naar die fluorescentie. En op die manier krijg je dus een heel sterk contrast van waar de fluorescentie, meer en minder fluorescentie zit en of er dus iets gebeurt of niet. Nou, we kunnen die processen even in drieën splitsen. De eerste is het kijken van hoe diep meet ik nou of hoe diep kijk ik nou. Het derde is de detectie. En het tweede is dan de farmacokinetiek. Het deel wat bepaalt hoeveel van een bepaalde fluorescerende stof er aanwezig is op die locatie waarin je kijkt. Want als jij een fluorescerende stof toedient, dan zal die ook op een gegeven moment maximaal zijn en dan weer afnemen. En dat moment moet je natuurlijk gebruiken om die detectie te doen. En ook daar kunnen wij aan rekenen met de modellen die we maken, of de vergelijkingen die we hebben uit de farmacokinetiek. Nou, het toedienen van licht, dat is een grote tak binnen biomedische optica. Als je bijvoorbeeld een hol orgaan hebt, dan kan je een bolvormige lichtbron gebruiken. Kan je uitrekenen. Als de power die je erin stopt wordt verdeeld over het oppervlakje wat je daar hebt, dan kan je uitrekenen dat hier de fluence rate aan licht is. Daar zitten nog wat andere factoren bij, maar even eerst de orde vanuit gaan dat dat zo is. Als je een cilindrisch holte hebt, zoals de slokdarm, dan kan je een fiber maken waarbij het licht er aan de zijkanten uitkomt. Dus dan maak je eigenlijk een hele slechte fiber met een verstrooiend uiteinde. En die kan je dan in een ballon doen. Of hier in een ballon om bijvoorbeeld de slokdarm wat uit te rekken. Je kan ook het licht ergens krijgen voor therapie. Door gewoon die fibers in het weefsel te steken. En dan weer van die fibers te gebruiken waar het licht er aan de zijkant uitsteekt. Of van die bolletjes. En al die dingen daar kunnen we aan rekenen. En dat rekenen daar ga ik niet verder op in. Dat doen we vaak met een Monte Carlo methode. En Monte Carlo dat hebben jullie ook al gehad. En er staan in ieder geval is er al meer informatie aanwezig door Dirk ook. Maar bij Monte Carlo definieer je een medium met bepaalde optische eigenschappen. Een absorptiecoëfficiënt, een verstrooiingscoëfficiënt, een anisotropiefactor en een brekingsindex. En die brekingsindex die bepaalt natuurlijk ten eerste de afbuiging van het licht als het medium ingaat. Maar daarna ook de stapgrootte. De μs die bepaalt de stapgrootte. Dat is de vrije weglengte tussen twee verstrooiingsevents. Als je hier een verstrooiingsevent hebt en hier een verstrooiingsevent, dan gaat Monte Carlo ervan uit dat je daartussenin lichtabsorptie hebt, bepaald door die mu a. Dus hoeveel er geabsorbeerd wordt in dat lichtpad. Die g bepaalt welke kant jouw foton, jouw energiepakketje, heen springt na een verstrooiingsevent. Dat kan heel erg rechtdoor zijn of dat kan een hele isotrope verstrooiing zijn. Dus g bijna 1 of g bijna 0. En dat kan je dus doen. En dan ga je per foton, per energiepakketje, ga je kijken hoe dat zijn energie neerlegt in het weefsel. Of hoe dat zich door het weefsel heen beweegt. Maar als je het nou maar genoeg doet, om de statistische ruis eruit te halen, want met één foton heb je natuurlijk nog niks, dan krijg je gewoon patronen, zoals hier een lichtbron, of een lichtbundel, wat een medium is ingeschenen. En hier dan een detectiefiber, een fotobanaan. Maar dat kan je natuurlijk ook doen voor allerlei andere geometrieën, zoals hier. Hier is een puls licht gegeven en dan zie je lichtverdeling. En op die manier kan je dus zien hoeveel licht er op welke diepte terechtkomt. En je kan dus ook zien hoe diep je aan het kijken bent als je naar fluorescentie aan het kijken bent. Want fluorescentie, de diepte waarop je kijkt, wordt vaak natuurlijk gelimiteerd
door de golflengte van het excitatielicht. Want dat is korte golven, dat wordt sterker verstrooid, komt minder diep. Het fluorescentie wat je genereert is vaak lange golflengte. Dus dat kan makkelijker dan het weefsel weer uit. Ja, in dit geval zit er een vat in de weg, maar, maar je kan dus een hele lichtverdeling krijgen. Dat kan je uitdrukken als met ISO fluence rate lijnen hier als functie van diameter van de bundel en dat soort dingen. Maar dit soort dingen, dat is al behandeld in de stof, dus daar kan je netjes naar kijken. Dus dat is het eerste gedeelte, de excitatie. Het tweede is... Het tweede is de fluoriserende stof. Die we inspuiten dan. Je kan natuurlijk de autofluorescentie gebruiken, de intrinsieke fluorescentie van het weefsel. Maar je kan ook een stof inspuiten die specifiek in de tumor gaat zitten. En dat noemen we dan fotosensitizer. En als je nou met een fotosensitizer een tumor wil behandelen, dan wil je dat die zich heel goed ophoopt in de tumor. Dus heel specifiek. Maar omdat zo'n fotosensitizer ook vaak toxisch is wanneer die wordt bestraald met licht, wil je ook wel dat die heel snel weer uit het systeem gaat. Dus hij moet veel fluorescentie opbrengen, hij moet goed lokaliseren in de tumor en hij moet weer snel weg zijn. En dan kunnen we op het moment van behandeling, diagnostiek, kunnen we dan kijken waar die zit. Een andere toepassing is dat je die toxiciteit gaat gebruiken voor het behandelen van de tumor. Dus dan wil je weer dat er misschien iets minder fluorescentie ontstaat, maar dat die heel toxisch is. Dus dat is een beetje het verschil tussen de echt diagnostische toepassing en een therapeutische toepassing. En als voorbeeld nemen we een fotosensitizer waar we zelf heel lang mee hebben gewerkt. En dat is aminolevulinezuur. ALA, in kort. En aminolevulinezuur is een stof dat wij in ons lichaam hebben. We hebben een bepaalde heemcyclus, dus er wordt heem gemaakt in ons lichaam om daarna hemoglobine te maken. In hemoglobine zitten vier van die heemgroepen. Maar in die pipeline naar dat heem maken, daar is een van de tussenproducten is ALA, aminolevulinezuur. En dat wordt in ons lichaam, in die heemcyclus, omgezet naar PP9, protoporfyrine 9. En dat wordt allemaal heel netjes gecontroleerd gedaan in ons lichaam natuurlijk, in die heemcyclus. Daar is nooit een overmaat aan protoporfyrine of ALA. Dat wordt helemaal heel mooi gereguleerd. Maar het mooie is voor ons dat PP9, protoporfyrine, heel sterk fluoresceert. En ook fototoxisch is. Dus we kunnen er zowel diagnostiek mee doen als een behandelen. En dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap. Dus we kunnen eerst zien waar de tumor zit en hoe die verdeling is. En als we er daarna een enorme bak licht op gooien, dan kunnen we die tumor ook meteen behandelen. En dat kan met PP9. Dus normaal zit hij in hele lage concentraties aanwezig. En wordt dat weer omgezet, die PP9, naar heem. En wat wij nu doen, is we geven een enorme hoeveelheid ALA in, aminolevulinezuur, in het lichaam. Dus dat kan met injectie, dat kan met drinken, dat kan topicaal op de huid. Waardoor dat ALA, dat is de snelle stap, wordt omgezet naar PP9. Waardoor die PP9 dus ophoopt op de locaties. Kan in de tumor zijn, dit heeft een hele snel omzettingsproces, dus daar hoopt het als eerste op. Want die stap van PP9 naar heem, die is weer langzamer. Dus dat PP9 hoopt zich op. En dat is onze fotosensitizer. Dus wij spuiten of geven niet direct de fotosensitizer, maar een precursor. Een afgeleide of een voorganger daarvan in die heemcyclus. Ook wel mooi is dat het een vrij grote Stokes shift heeft, dus tussen de excitatie en de emissiecurve. Hier hele sterke absorptiepiek bij 405 nanometer. En die genereert dan heel breedbandig fluorescentie, vooral 632 nanometer, ook wat van 700 nanometer. Dus we kunnen dit ook heel mooi scheiden in onze detectiesystemen. Dus we kunnen met blauw licht, en dan exciteren we gewoon niet alleen deze piek, maar ook deze absorptiepieken. Kunnen we gebruiken om die hele grote fluorescentiepiek te zien. En dat is natuurlijk gek, want dan kan je dat heel mooi scheiden in een detectiesysteem, met je longpass filter wat ik net liet zien. En heb je dus een enorm goed contrast tussen je excitatielicht en je gegenereerde fluorescentie. Daar kom ik zo op terug. Dan moeten we nog gaan bedenken wanneer is nou het beste moment van
behandelen. En dan zal je als fysicus of als meer misschien iemand die verder afstaat van de geneeskunde niet verwachten dat wij daar ook aan werken, maar die modellen die we voor de farmacokinetiek gebruiken, die gebruiken wij ook om te bepalen wanneer moeten we nou kijken. Wanneer is die concentratie PP9 in een bepaald orgaan nou maximaal? Dat is het moment van behandelen of van diagnostiek. Nou, de omzetting van ALA, wat we dus aan de patiënt geven, naar protoporfirine, dat is enzym gereguleerd. Dus dat is afhankelijk van de hoeveelheid enzymen dat daar aanwezig is. En die omzettingssnelheid, die is weer afhankelijk van van bepaalde constanten. Dat is eigenlijk de Michaelis-Menten-constante, want die omzetting, kinetiek, dat noem je Michaelis-Menten-kinetiek. En dat kunnen we even naar de, nou, dit is een beetje de steady state. Dus er is een aanbod van een bepaalde stof. Daar is dan jouw enzym aanwezig. Dan is er een tussenproduct. Dan komt jouw enzym weer vrij en dat is het product wat gemaakt is. Nou, als je dat omschrijft naar een soort steady state approximation, dus dat deze concentratie altijd, die verandert niet eigenlijk, dat is gewoon steady state, het stroomt gewoon door. Dan kan je deze vergelijking omschrijven naar zoiets, waarbij er die KMM naar boven komt. En die KMM is de Michaelis-Menten-constante en dat zijn deze reactie constante, hè, die K1, K-1, K2. Dus dit zegt iets over die Michaelis-Menten-kinetiek. Dat noem je dan ook Michaelis-Menten-constante. En die verandering van product, dus hoeveel er gemaakt wordt, dat is eigenlijk die K2, dat is die tweede reactiesnelheid, keer die hoeveelheid van dat tussenproduct. En dat noem je die V. Dus de maximale is dus Vmax. Dat is de maximale omzettingssnelheid. Dus als al die enzymen bezig zijn en er ongeacht het aanbod van nieuwe stof, dat er geen extra materiaal wordt geproduceerd, keer die concentratie, dus die is belangrijk, gedeeld door de Michaelis-Menten-constante keer dat substraat. Dus dit is de snelheid van omzetting bij een bepaald aanbod van ALA. Even omgelezen. Als jij ALA aanbiedt, dat wordt omgezet volgens deze snelheid in PP9. Dus die P is in dit geval, in ons geval toevallig PP9. Nou, daar kunnen we dus mee rekenen. En dat doen we met dit systeem, waarbij we ervan uitgaan dat de ingaande concentratie ALA, die verdeelt zich over het lichaam met een bepaalde tijdsconstante. En daar hebben we die tau voor. Dat is een soort de snelheidsconstante. Dit is de tijdstap hier. De hoeveelheid ALA die bij het lichaam, bij het weefsel aankomt, die nemen we als de toename van ALA in die tijd. He, is een bepaalde constante, want het wordt over het hele lichaam verdeeld. Dus dit is de toename door deze verdeling. Dus dat is eigenlijk de plus hiervan. Min alles wat er wordt omgezet van ALA naar PP9. Dus dit is die Michaelis-Menten vergelijking. Met die maximale snelheid van omzetten, keer het aanbod van ALA. En dit is weer die Michaelis-Menten-constante. Dus de hoeveelheid ALA die ergens zit, wordt meer doordat het uit het systeem komt en minder doordat het wordt omgezet naar PP9. De hoeveelheid PP9 wordt omgezet, die ergens is, die wordt meer doordat er ALA wordt omgezet. En minder omdat er PP9 ook weer enzym gereguleerd wordt omgezet naar de heem. Die later wordt gedaan. En dan is er natuurlijk nog een responscurve. Dus met deze reactie, eigenlijk cascade, of kinetiek, hè, verdelingskascade, farmacokinetiek, kunnen we bepalen wanneer iets maximaal is, wanneer we die ALA-dosis geven, wanneer we die tijdsconstante kennen, wanneer we die Michaelis-Menten-reactie constante kennen, en dan weten we deze maximale hoeveelheid. Nou, assignment voor nu is wanneer je nou deze dosis weet. En wat wij hebben gedaan in het weefsel, is dat we metingen hebben gedaan. We hebben iemand een bepaalde dosis gegeven en hebben we deze
hebben we op die tijdspunten die dan ontstaan, hebben we deze functies gefit. En daaruit kwamen die Michaelis-Menten-constanten, die tau, die verantwoordelijk is voor de verdeling over het lichaam. En daaruit kwamen we dus uit die kinetiek. Als je nou die constant allemaal hebt, dan kan je die ala natuurlijk gaan variëren. Die hoeveelheid ala die je aan mensen geeft. En dan komt die piek, komt telkens op een andere plek terecht. En daar kan je dus mee spelen. Door maar één experiment met één dosis te doen, daarna deze vergelijking op te fitten, en dan krijg je dus al die constanten, kan je dus bepalen waar de piek van fluorescentie komt voor heel veel andere dosissen. Nou, vroeger moest je daar allerlei experimenten, ieder dosis moest je eigenlijk aparte experimenten voor doen. Maar door zoiets te gebruiken, en dat kunnen we door onze toolkit, hoeven we dat eigenlijk niet meer te doen. Dus daar kunnen we heel veel experimenten van tevoren mee besparen, zolang we die constanten maar weten. Dus ik wil even als een korte assignment, geef ik jullie deze constanten. Ik geef je deze set vergelijkingen. En dit zijn eigenlijk alle constanten die je nodig hebt voor het uitrekenen van die curve van PP9 bij de huid. Nou kan je dat, laat ik het vrij, want ik wil maar één ding weten. Wanneer is de piek maximaal bij een dosis van 25 iets, maar je vult daar 25 in. Ze hebben nu allemaal geen eenheden. Wij doen meestal 25 milligram per kilogram, maar 25. Met deze constante, ingevuld in die vergelijkingen. En dat kan je, je kan het oplossen door dit in MATLAB of Python of weet ik veel wat te zetten. Maar je kan het ook oplossen in bijvoorbeeld Excel. Gewoon heel erg simpel numeriek. Waarbij je die tijd hier neerzet. Dan zet je bijvoorbeeld dit zet je in de ene, dan heb je de ala aan de cellen, zet je hier neer, PP9 in de cellen, zet je daar neer. Door telkens de plussen en de minnen mee te nemen. En iedere keer de dosis die verandert van de vorige dosis af te trekken of op te tellen. Dus dat is in dit geval loopt het allemaal naar beneden, want dit is natuurlijk de ala in het systeem. Ala in de cellen zal omhoog gaan en weer naar beneden. Maar ook de PP9 in de cellen gaat omhoog en naar beneden, afhankelijk van die kinetiek. Dus ik geef je de 20 minuten, kunnen we even doen, om te kijken of jullie eruit komen. Om aan de hand van dit stelsel vergelijkingen en deze constanten te bepalen wanneer de protoporfyrine piekt. Dus ga je gang eigenlijk. Dat is het. Zijn hier nog vragen over?